hier in Haaren. En achter mij, daar luiden de klokken van de kerk, want het is eerste Pinksterdag, een feestdag in de kerk. Toch is het zo dat in Haaren er niet alleen feest in de kerk is, maar ook in het dorp zelf. Want eerste Pinksterdag, dat betekent al 38 jaar lang de grote voorjaarsmarkt. En vandaag is het zo dat Haaren eigenlijk te klein wordt. Want een goede 6000 inwoners heeft het dorp, maar er worden hier zo'n 10.000 mensen verwacht. Eigenlijk is het dorp dan een beetje aan de kleine kant. En daarom zijn we vandaag maar heel vroeg hier naartoe gegaan in de hoop dat het nog niet zo druk is. Het is pas 9:30, u zag het net op de kerktoren en de markt begint pas om 10 uur. Dus we zijn er lekker vroeg bij en we gaan vast eens kijken wat er allemaal gebeurt. Voordat iedereen hier is. Kijk maar mee. Als we in de straten van Haaren zijn aangekomen, dan zien we dat het nog redelijk leeg is. Maar er zijn wel al wat vroege stappers die komen kijken. Er wordt nog van alles opgebouwd en wij kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie verkopen worst? Ja. Alleen maar worst? Ja. Zelfgemaakte worst? Ook dat. Ja? Ja. Allemaal niet hoor, maar wel waar. Ja, ja. Waar komen jullie vandaan? Almelo. Uit Almelo. En zit er een mooie bij? Ja, ik moet iets van 200 stukjes hebben voor die tante. Dat zijn maar 8. Dat is dan 1500. Nee, gewoon. Ik wil hier één ding, maar dit is. Keuze genoeg? Ja, ja. Zoveel heb ik toch? Ja. Gekoelde frisdrank, dat staat erachter hem, want het is een heerlijke warme dag. En die kippetjes, die zijn denk ik toch wel erg heet voor deze hele warme dag. Kijk, het is goed en wel 10 uur en de mensen mogen hier naar binnen toe. Er zijn een aantal van deze posten waar de mensen binnenkomen op de markt. Die, iemand die bekend is. Die zit wel hier ergens in. Hij kan gewoon zo'n blauwe onderop zitten. Dit is een kleinere. Het is gewoon warm op weg. En ik wil ook niet naar het park. En het is ook niet. En zo langzaam maar zeker als de tijd vordert in de ochtend wordt het steeds drukker. Op deze markt met meer dan 150 kraampjes en 20 standwerkers. En die standwerkers die wil ik eigenlijk nog wel even zien. Daarvoor moeten we eerst voorbij de kinderhoek. We hebben het allemaal druk. Wilt u graag weten wat het kost? Schoenen poetsen is gratis. Geniet ervan, sowieso. Helemaal gratis, daar ben ik lekker bezig. Met meerdere personen in het gezin laat ik meestal een glaasje aan. Helemaal goed. Had u al een beetje op de handen gesmeerd? Ook voor meneer, en lekker naar het scheren. Voor je handen, voor je voeten, voor het hele. Schoensmeer, zeezout en de ideale portemonnee en dan nog even je ramen schoonmaken. voor zijn meneer beschadigd is, dat voor zichzelf al een grote besparing. Geld en eten, dat past er allemaal op als er een schoendraad op zit. En deze krijgt u cadeau en deze krijgt u ook cadeau, dat is een inwassertje. En zo betaalt u voor een hele pakketje compleet €20. Dus u koopt er even. En deze. Cannabis. Energiedrank. Het is overal goed voor. Ik leef nog steeds, dus helemaal niks verkeerds mee. Zo weinig haargroei dat je zo goed te doen. Oké, dat is alleen maar makkelijk. Waar het wel fijner is, ondanks dat je het misschien verder nooit geen haren doet, nadat ik ook nog nooit geen haren deed. De haren blijven altijd zakken mee, maar je doet ook meteen je droge huid bij. Dat is even zo. Nu is het. Ja, ik doe het zelf. Dan neem je het niet. En zo tegen de middag aan wordt het echt aardig druk. Ja, je kunt bijna over de kop lopen. Even de andere kant in kijken en dan zien we dat we weer daar zijn waar we zijn begonnen. Namelijk vlak bij de kerktoren.